Hartelijk welkom allemaal bij onze volgende video over wat moet je weten voordat je gaat beginnen met laser graveren, dan wel laser snijden. Vandaag gaan we het hebben over het tweede van de belangrijke begrippen die je eigenlijk vooraf zou moeten weten. In dit geval gaat het over snelheid. In Lightburn, en ik zal dat zometeen laten zien waar je dat kan doen, kan je om te beginnen instellen of jij de snelheid wilt gebruiken in de vorm van millimeters per seconde of millimeters per minuut. Wat doet die snelheid nou met datgene wat jij wilt gaan laseren? Nou, wat die snelheid doet, en dat is heel belangrijk om te weten, is zeg maar de tijd die de power van de laser krijgt. Over power moeten we het nog gaan hebben, maar die de power van de laser krijgt, hoe lang kan die power invloed uitoefenen op datgene wat jij gaat laseren? Ja, er zit natuurlijk een bijfactor bij, want hoe sneller die laser beweegt, hoe sneller je object klaar is. Maar wat heb je daaraan als het resultaat niet goed is? Uiteindelijk gaat het om het resultaat, dus het zal altijd een combinatie zijn van het belang tijd en het belang resultaat. Hoe zit dat dan met dat resultaat voor de snelheid op een laser? Nou, stel je weer even voor een plaatje met karton. Dun karton, 120 mm, dat is eigenlijk net iets dikker als printpapier. Stel je hebt een heat gun, zo'n warmtepistool, waarmee je verf af kunt krabben bijvoorbeeld. Je zou die heat gun onder dat karton houden, op zijn hoogste stand, en je houdt die heat gun stil, dan zal dat karton met een paar seconden in vlammen opgaan. Dat is een snelheid van nul. Ja? Op het moment dat jij besluit om die heat gun er sneller onderdoor te gaan trekken, dus je trekt datzelfde karton weer erboven, weer die heat gun op maximale snelheid, en je trekt vervolgens die heat gun eronder vandaan, dan zal er wel een effect zijn op dat karton, maar het zal waarschijnlijk niet in brand gevlogen zijn. En dat betekent dus dat zeg maar de snelheid mede bepaalt hoe lang dus de heat gun zijn warmte afgeeft op dat karton. Het is natuurlijk weer materiaal gerelateerd. Vandaar dat ik in de eerste video zei van je zult moeten experimenteren. Ik liet je daar ook wat voorbeelden van zien. Overigens was een goede vraag van iemand die zei van waarom is dat in spiegelbeeld? Nou, dat heeft te maken met hoe ik film. Ik gebruik een telefoon daarvoor. En als ik de telefoon laat filmen gewoon met de camera op de achterzijde, dan zul je een normaal beeld krijgen, maar dan zie ik niet wat ik film. En dus om te zien wat ik film, film ik vanaf de voorzijde met de camera gedraaid naar mij toe, zeg maar. Vandaar het spiegelbeeld even als uitleg. Snelheid dus. Snelheid is een heel belangrijk gegeven. Ja, en er zitten nog een paar dingetjes aan vast. Maar het is dus per materiaal verschillend, laten we dat voorop stellen. We kunnen gewoon simpelweg zeggen dat als jij iets wil snijden, zal je snelheid lager gaan zijn. Maar ook hier weer, pas op het materiaal. Doe ik dat bij karton en ik zet die snelheid heel erg laag, dan is dat karton zo in de brand gevlogen. Bij hout ligt dat iets anders. Nou, ik geef een klein voorbeeld. Ik gebruik millimeter per minuut. Dat is niet verplicht hoor, je kunt rustig millimeter per seconde gebruiken, maar ik zal zo laten zien dat daar wel een consequentie aan zit. Millimeter per minuut gebruik ik. En als ik zeg maar timmerhout gebruik, is het waaibomenhout wat ik gisteren liet zien, 3 mm dik van de gamma, dan moet ik 4 keer over de snede heen met 80% power en 300 mm per minuut. Wil ik nu alleen maar een afdruk op dat hout maken, wil ik alleen maar iets graveren, dan zal ik dat niet in meerdere sessies waarschijnlijk doen, maar waarschijnlijk maar met 1 keer eroverheen en met een hogere snelheid. En misschien wel met een mindere power. Kortom, snelheid en power zijn de sleutelwaardes. Ja? Hoe meer power, hoe meer brandcapaciteit. Hoe langzamer de snelheid, hoe meer brandcapaciteit. Veel mensen die dan ook daarin gaan lopen spelen, die doen zowel de power omhoog als ook de snelheid omlaag. Nou, dan heb je dus dubbele brandsnelheid te maken. Op zich niet erg, als dat past bij het materiaal wat je gebruikt, is dat goed, maar dat is niet altijd het geval.
Wat ik ga doen, ik ga overschakelen naar de computer. Ik ga u daar wat dingen laten zien. Met name van waar je dus in kunt stellen, millimeter per minuut of millimeter per seconde. Wat millimeter per seconde nu eigenlijk is en hoe zich dat verhoudt tot het apparaat wat je gebruikt. Want dat ga ik je eens eventjes haarfijn proberen te laten zien in de computer zelf. Hier gaan we. Zo, dan zijn we in Lightburn. En dan ga ik je in Lightburn laten zien waar jij kunt instellen of je millimeter per seconde of millimeter per minuut wilt gebruiken. In de knoppenbalk zit hier die twee tandwieltjes en daarnaast zit ook de machineinstellingen. Maar wij gaan naar de algemene Lightburn instellen. Dat zijn die twee tandwieltjes die bovenin zitten. En als ik dat aanklik, dan krijg ik op gelijk op de openingspagina hier in het midden eenheden raster. En daar zien wij staan beta voor CO2 millimeter per seconde, beta voor diode millimeter per minuut. Ik vind dat wel onzin hoor, want waarom is dat beter voor diode of beter voor CO2? Het gaat gewoon om het omrekenen en dat soort dingen. Want daar moet je rekening mee houden. Je ziet dat die bij mij in millimeter per minuut is ingesteld, maar dat is geen wet van meten en persen. Dat vind ik niet extreem belangrijk. Ik wil je wel even wat andere dingen laten zien. Ik zei zojuist dat ik bij het snijden van timmerhout van de gamma 300 mm per minuut gebruik. Als een minuut 60 seconden. Zo. Betekent dat als ik dit wil gaan omzetten naar millimeter per seconde, dan is dat 300 gedeeld door 60 seconden. Is dus 5 seconden per minuut. 5 millimeter per seconde, sorry. 5 millimeter per seconde. Gisteren had ik iemand die mij een waarde gaf. Ik noem geen namen, geen zorgen, dus het wordt niemand beschadigd. Het gaat erom om mensen wat te leren. Die zei van, ik gebruik 15.000 seconden per minuut. Millimeter per seconde. Ik raak steeds in de war, sorry. Millimeter per seconde. Als je dat gaat omrekenen naar minuut, dan is dat 15.000 keer 60 seconden. Is, en nou heb ik er zelfs een rekenmachine bij nodig, zo erg is dat al dus. Hè? Dus 60 keer 15.000. 60 keer, dan doen we daar keer 15.000. Dat geeft ons een snelheid van 9000 mm per minuut. 900.000, sorry. 900.000 mm per minuut. Goed zo. Kun je je voorstellen dat ik op dat moment tegen de persoon in kwestie zei van, is jouw laser Max Verstappen? Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ik wil er even een website gaan bijhalen en dat wil ik je heel even laten zien. En dan ga ik je laten zien dat er namelijk los van het feit dat dit extreme gevolgen heeft, als je dit soort snelheden gaat gebruiken, dan trillen jou de schroeven uit jouw laser. Ja, zo hard gaat dat. Maar geen zorg, want het gaat niet lukken om dat te gebruiken. En dat heeft ook een reden en dat ga ik je even laten zien. Ik ben hier op de officiële website van Ortur. Dat is mijn laser. Dus iedere laser heeft een website waar die verkocht wordt en een beetje een goede website, een beetje een goed bedrijf, zal ook goede informatie leveren. Dat shippen hier naar Europa, dat interesseert me allemaal niet zoveel. En accounts heb ik wel, maar ga ik niet inloggen. Maar wat voor mij belangrijk is, is dat hier genoemd wordt bij de Ortur Laser Master 2 Pro, en dat is een net iets modernere laser als dat ik dat heb, dat zijn maximum snelheid ligt op 10.000 mm per minuut. Even teruggaan naar dat rekensommetje. Kijk dus naar deze waarde. Dit is dus 1/900ste of 1/90ste. Wat is het? 90 keer, ja, 90ste. 1/90ste wat de machine in werkelijkheid aan kan ten opzichte van datgene wat daar werd gebruikt. Kan je je voorstellen dat weliswaar die snelheid misschien voor jouw gevoel hoog is, maar zeker niet de snelheid zoals die hier staat, want dat kan jouw laser helemaal niet aan. Ja. Maar dat het dus van belang is dat jij weet hoe het met snelheden zit,
Los van het feit dat ik nogmaals zeg dat als die al deze snelheid zou halen, ik denk dat de laser van de grond, van de tafel afkletst, daarnaast dat de schroeven eruit zullen trillen. Dit gaat niet goed komen. Het gaat dus niet alleen om snelheid. Snelheid is een leuk begrip, is een fantastisch begrip, maar allereerst om kwaliteit van datgene wat je lasert. En die kwaliteit wordt bereikt door power, materiaal en snelheid. De eerste drie video's die we hier in deze serie neer gaan zetten. En het heeft dus eigenlijk helemaal geen zin om van die waardes extreem te gaan afwijken. Want wat je daarvan krijgt is niet alleen snelheden die niet haalbaar zijn, maar is ook verminderde kwaliteit. De kwaliteit van die van zeg maar een 15.000 millimeter per seconde, die gaat allerbelabberdst zijn. Weet dit soort dingen vooraf dus. Zorg er dus voor dat je weet hoe dat zit met de snelheden van A, jouw laser, maar B, ook je materiaal, en C, door te testen wat zijn de ideale snelheden voor datgene wat je wilt gaan maken. Daarmee wil ik deze video beëindigen. Ik weet dat ik af en toe in het begin wat last had met dat millimeter per seconde, millimeter per minuut, maar ik neem aan dat je er wel uit gaat komen uit dit verhaal. Ik hoop dat je een leuke dag gaat hebben vandaag en een mooie dag. Het ziet er mooi uit buiten. Ik ga het in elk geval hebben. Ik ben jarig vandaag. Ik wens jullie tot de volgende video waarbij we het gaan hebben over de power. En ook de combinatie van de drie waarden die we dan gehad hebben. Power, snelheid en materiaal. Tot de volgende keer. Fijne dag gewenst. Dag.